Droom jij van het leven op het strand? Deze mensen hebben hun droom laten uitkomen. Maar hoeveel kost zo'n huisje nou eigenlijk? Wij vroegen de Rotterdammers wat zij denken. Nou, volgens mij vooral 6.000 euro per jaar. Laat maar zeggen 100.000 of zo. Ik denk iets van 50.000 euro, denk ik ongeveer. Nou, ik dacht, en ik was echt geïnteresseerd zelf. Ik dacht van nou, misschien een ton met de huidige prijs. En ik weet dat ze vroeger 60.000 waren. En toen zag ik tot grote schrik dat er zelfs een huisje te koop stond voor 2,5 ton. En ik denk, oh, dat gaat hem niet worden voor een tweede huisje. Nee, echt? Ja. Ach, ik stap af. Aardig wat geld, ja. Dat is behoorlijk. Ja, dat is mooi. Dat is belachelijk veel. Ja. Dat is echt heel veel voor zo'n heel klein huisje wat daar staat. Dat is een beetje niet weggelegd voor iedereen, denk ik. Nee, ik vind het echt onredelijk. Ja, ze zijn nu wel echt heel erg duur. Dus ik weet niet of ik dat... je moet het geld hebben liggen. En wij hadden hem 7 jaar geleden gekocht en toen was het nog een soort van te doen. En we genieten er wel echt elk weekend en elke vakantie van. Er is altijd wat te doen. Kitesurfen, strandsurfen, altijd beleving. Dus dit is onze zomervakantie en dus ik vind het waard. Maar als je ze zag van die 250.000 euro, dat weet ik niet. Dat is niet de prijs die wij betaald hebben 8 jaar geleden, 7 jaar geleden. En de prijzen zijn sinds corona enorm geëxplodeerd. En het stopt nog niet. Dus de mensen vinden het blijkbaar waard. Ja. Maar ik vind heel veel geld. Dat zou je er dan niet voor over hebben? Nee, dat heb ik niet. Ja, dat is... Dus ik weet niet of je het er voor over hebt. Ja, je moet het geld hebben liggen. En dat is wel echt serieus geld.